dames en heren, de wedstrijd tussen SV en de Zwerver, de topper is zojuist afgelopen in 1-1. Ja, Toeten en Dona, ik denk dat je eigen tekort gedaan hebt vandaag. We hebben ons zwaar tekort gedaan vandaag. We hebben, dit voelt als een nederlaag, dit gelijkspel vandaag. Ja, ik kan begrijpen, want de eerste helft, op de eerste 5 of 10 minuten na, toen kwamen jullie even, waren jullie heer en meester. Het middenveld was helemaal voor jullie. En ja, op rechts, hij een geweldige jongen lopen, enkel het laatste had hij even niet. Nee, dat klopt. Wij waren, ik vond ons vooral eerst zelf, maar tweede helft helemaal bovenliggende partij. Dus we hebben, het is wel een ploeg dat wil voetballen. En wij willen voetballen. Dus ik kreeg wel een wedstrijd tussen twee voetballende ploegen. Waarbij wij vooral op rechts met Khalifi heel veel ruimte hadden. En die kon continu zijn acties maken. Alleen daar komt veel te weinig uit van zijn acties. Veel te weinig. Ja, dat vond ik ook. En dan heb je ook een geweldige achterhoede. Dus zeker met de rechtsback nummer 2. Ik heb er op de tweede helft wat hij daar allemaal weggehaald. Ja. Heb ik al even aan genieten. Ja, zeker. Jordanis Muchachis is gewoon een goede speler. Michel Finke, dat is ook een vaste waarde rechtscentraal. Ik moet zeggen, onze hele achterhoede was vandaag steady. Je geeft eigenlijk weinig kansen weg. Eerst zelf, dan met verkeerde opbouw. Alleen tweede helft geef je helemaal geen kans weg. Ja, tot die goal van de Zwerver. Dat is een misverstand tussen de verdedigers en de keeper. Dus dan is het gewoon jammer. Daarom zeg ik, dat voelt als een nederlaag, een gelijkspel. Ja, dat kan ik begrijpen. Ja, ik denk, het ene is verwijt waar je zelf kan maken. Zeg, achterhoede speelde goed, middenveld speelde goed. Ja, enkel de doelpunten maakte je niet. Nee, dat klopt. Wij kregen 2-3 kansen en ik denk meer mogelijkheden om 2-0 te maken. Ja, en als je het niet maakt, als je 5 meter voor de goal staat en je schiet hem ernaast, ja, dan is er een hele bekende alom voetbalwet. Bas, dan gaat die andere kant erin. Dan, je houdt ze in leven. En zij gaan lange bal spelen op Guido Luiten en die andere spits, die Weitz. Ja, dan geven ze nog een kans. En dat hebben wij gedaan, jammer genoeg. Nee, maar aan de andere kant, je kan wel trots dat je zo je ploeg loopt te voetballen. Nee, dat zeker. Ik zeg ook net tegen die jongens in de kleedkamer, als de Zwerver titelkandidaat is en je speelt zo tegen de titelkandidaat, dan denk ik dat wij nog ergens wel die 2 punten gaan pakken die wij hier te weinig hebben gekregen. Ik wens je de veel succes bij je, Toto. Het is voor jou een beetje weer even uithuilen en volgende week weer verder. Ja, dat is voetbal, hè, Bas. Nu gaan we even, we hebben wel niet verloren, maar zoals ik al zei, het voelt als een nederlaag. Die gaan we even werken en vanaf dinsdag gaan we ons richten op de IFC. Dus ik wens je succes ermee, jongen. Dankjewel, Bas. Ja, trainer Edward Knook van de Zwerver. Eerste helft op de eerste 10 minuten aan vond ik jullie wel aardig uit de startblokken komen. Maar toen was hij ook heel de grip eigenlijk van aan het middenveld kwijt. Ja, de eerste helft starten we uitstekend. Krijgt Guido Luiten gelijk een grote mogelijkheid om de 0-1 binnen te schieten. Doet dat niet en dan zie je na een paar minuten de wedstrijd langzaam kantelen. Ik vind SVW een goed voetballende ploeg hebben. Zeker op dit kleine kunstgrasveld. De afmetingen zijn niet zo groot hier zo. En een hard kunstgrasveld. Dat doen ze uitstekend. Nemen op een gegeven moment de wedstrijd over. En wij kwamen eigenlijk niet verder dan naar achteruit lopen. En proberen op de counter eraf te komen. Dat lukte nog een paar keer. Bijna. Ja, en dan heb je geen geluk bij de afronding. Waar we normaal altijd zo trefzeker zijn. Lukte dat in de eerste helft niet. Schiet de tegenstander er wel eentje in. En sta je met 1-0 achter de eerste helft. Ja, dat klopt. Die nummer 7, die had nog een beetje geluk. Had hij niet het laatste tikje gaf wat eigenlijk nodig was. Ja. Dat was een plaag voor jullie. Ja, dat was een plaag. Nou ja, nogmaals, ik vind het een goed voetballende ploeg, SVW. Ik denk dat we vandaag tegen een ploeg hebben gespeeld die mee gaat doen voor het kampioenschap. Dus het is ook weer geen schande. Ik heb niet de illusie dat wij 90 minuten elke tegenstander plat kunnen spelen. We hebben de eerste helft, dan daarna in de tweede fase van de eerste helft, voornamelijk overleefd. Ja, dat klopt. Nou, de tweede helft was wel een stukje minder dan de eerste helft van beide ploegen. Hè? Want het was ook een hoog tempo de eerste helft. En toen kwamen jullie iets meer in de wedstrijd. Ja, je ging ook de lange ballen hanteren. Je moest wel. Je gaf ook kansen weg, dat is logisch, want je moest risico nemen. En dan maak je toch die gelijkmaker nog.
Ja, ja, in de rust heb ik gezegd tegen de mannen, als het dan voetballen niet lukt, moeten we het een keer de mouwen weten op te stropen. Want ik vond wel dat we in de eerste helft heel veel ruimte weggaven. Op 2 meter stonden te dekken en heel makkelijk de lopende mensen lieten gaan. Ik vind dat de ploeg dat in de tweede helft prima heeft opgepakt. We zaten er meer bovenop. Ze kwamen er moeilijker uit. Ja, op een gegeven moment kabbelt die wedstrijd dan door en blijft het maar 1-0. Ja, dan ga je toch als ploeg wat risico nemen. Als je wil mee blijven doen, moet je daar risico in nemen. Dus gingen we met 3 achterop spelen. En dan weet je ook dat je mogelijkheden weg gaat geven. Nou ja, gelukkig valt een... Ik vond wel dat we daarna wat meer naar voren gingen spelen. Ondanks dat het met diepe ballen was. Ik zal niet zeggen altijd lange ballen, maar diepe ballen. Ja. We vergeten dan vaak dan dat we het voetballen ook nog kunnen. Maar we kwamen er goed op hun helft te voetballen. En zetten ze redelijk onder druk, waardoor zij foutjes gingen maken. Ja, en uiteindelijk scoor je naar mijn idee in de tweede helft terecht 1-1. Kijk, zij maken het niet af. Dus ja, houden ze ons ook weer in de wedstrijd. Dus schieten wij naar mijn idee terecht uiteindelijk de 1-1 binnen. Maar het had heel anders kunnen lopen als beide ploegen wat scherper voor de goal waren geweest. Ja, ik denk dat jullie ook de eerste helft vooral iets te veel het kaasvijver ook liet eten. Ja, nou ja, dat zeg je goed, eerste helft. Vandaar dat we dat ook in de rust hebben aangehaald. Dat voetballen begint met strijd, passie en de wilskracht om je tegenstander onder druk te zetten. En als dat goed zit, pas dan kan je gaan voetballen. Dat waren we in de eerste helft even vergeten, op de eerste 10 minuten na. Klopt. Maar al met al kun je toch wel zeggen, ik vind toch wel reclame voor het voetballen. Want als je zo'n wedstrijdje toch eens even rustig bekijkt, ja. Hè, met het tempo... Ik zie stukken minder wel eens hoor, die hoge spelen. Nou ja, ik zit er misschien iets meer bevooroordeeld in. Maar ik vind dit sowieso een prachtige competitie om in te voetballen. Elke week denk ik weer bij mezelf, nou, we kunnen geen gas terugnemen. Volgende week staat er weer een leuke tegenstander op het programma. En zo gaan we maar door en door en door. Nou, ik denk wel dat het een competitie is waar veel ploegen in zitten. Die gewaagd zijn aan elkaar. En zeker voor de neutrale toeschouwer een leuke competitie. Ik heb ervan genoten en ik wens je veel succes verder en geniet van het puntje. Ga ik zeker doen en tot snel. Oké, bedankt Ed. Dankjewel. Ja.